2022 was een heel bewogen jaar en lang niet alles is goed gegaan. Het nieuwe stadion hebben wij besproken, dat is niet goed gegaan. Maar er is natuurlijk heel veel wel goed gegaan. Welkom bij het jaaroverzicht van Stadion Park 2022. Mijn naam is Sander Geene en ik werk vanuit de gemeente als programmamanager voor Stadion Park. We staan hier vlakbij de Kuip, voetbaltrots van Rotterdam. Maar het Stadion Park is veel meer dan dat. We hebben het eiland van Brienenoord, Park de Twee Heuvels, de sportcampus en natuurlijk deelgebied Feyenoord City. We hebben in de sportcampus kunst- en klauterobjecten gekregen, bolderstenen, voor degenen die klimsport beoefenen. We hebben een mooie nieuwe gamma opgeleverd gekregen. Voor de gemeente heel belangrijk, een PNR-parkeergarage ook daarbij. Het rondje Stadion Park is denk ik voor 60% gereed. Vanaf het eiland van Brienenoord tot aan hier ongeveer is het al klaar. Voor een deel wordt het ook heel erg goed gebruikt en dat vind ik ook wel echt de kwaliteit van het Stadion Park. We maken hier dingen die voor de mensen die hier wonen bedoeld zijn en dat vervult ons team met trots. Ja. Helaas is het bestemmingsplan vernietigd door de Raad van State en dat betekent dat dit plan niet uitgevoerd kan worden. Veel werk moet overnieuw gedaan worden. Overnieuw omdat wij deze locatie natuurlijk wel tot ontwikkeling zullen gaan brengen. Waarschijnlijk met een woningbouwprogramma. En dat is dus ook de opgave voor het nieuwe jaar. Want dat we dit gebied tot ontwikkeling moeten brengen, dat is wel duidelijk. Op de plek waar de middenstip van het nieuwe stadion zou komen, staan nu nog een aantal oude bedrijfspanden. Die zijn tijdelijk in gebruik bij een aantal ondernemingen. Er zitten daar veel bedrijfjes die mensen aan een baan, een eerste baan helpen. Die mensen helpen voor een goede start op de arbeidsmarkt. En die kunnen er dus langer blijven. In de afgelopen jaren is er heel veel tijd en energie gestoken in allerlei voorzieningen, sportaccommodaties, inrichting van het openbaar gebied. En natuurlijk planvoorbereiding. En dat gaat zich de komende jaren uitbetalen. Dus in 2023 veel aandacht voor woningen. En in de jaren daarna misschien nog wel meer. Dit is voor velen onder ons heilige grond. Voormalig Varkenoord. Het oude trainingscomplex van Feyenoord 1. En dit is het gebied waar heel veel verenigingen al nieuwe sportvelden hebben gekregen. Nieuwe accommodaties hebben gekregen. En hier achter mij, als je daar volgend jaar deze tijd komt, dan zal je zien dat er een heel eind begonnen is met de bouw van twee middelbare scholen. Allebei met een sportprofiel om hier extra aandacht te besteden aan sport in Stadion Park. Gelijk daarna wordt er gestart met de bouw van woningen. Dat zullen er ongeveer 800, 900 zijn die inderdaad in die hoek gerealiseerd gaan worden. De buitenkant, dat is een heel aardig woningbouwproject aan de noordkant van het park de Twee Heuvels. Waarbij 32 geschakelde woningen daar eigenlijk in een hele parkachtige setting worden gemaakt. Daar zijn we heel blij mee dat we dat project hebben kunnen starten dit jaar. Nog maar een paar weken geleden is de eerste paal geslagen door onze wethouder. Ik weet zeker dat die mensen over anderhalf jaar daar een hele fijne woning zullen gaan betrekken. Ik hoop dat ik jullie hiermee een mooi overzicht heb geboden van 2022. Sportieve groet en tot later.